Ben jij op zoek naar meer zinsgeving in je leven of te ontdekken wat je werkelijk wilt, waarom jij hier bent gekomen? Wil jij jouw zielsmissie gaan leven? Het is nu jouw tijd en ik help je daar heel graag bij. Want het zoeken naar jouw zielsmissie kan soms best een eenzaam pad zijn. Of dat niemand je begrijpt. Je partner niet, je vrienden niet, je omgeving niet, misschien je werkomgeving niet. En je kunt je daar best alleen in voelen. En daarom kun je best wat steun gebruiken. Graag wil ik jou die steun bieden om jouw zielsmissie te gaan ontdekken. Want ik geloof dat ieder een zielsbestemming heeft, een diepere missie, een diepere potentie. En daarin ben jij nu aan het ontwaken. Je hebt het gevoel niet voor niets, want niets is voor niets. Dus jouw gevoel stuurt je eigenlijk al een kant op. En dit is ook waarbij ik je wil aanmoedigen. En jouw support wil geven. Dat jouw gevoel ook de waarheid is. En dat jouw gevoel jou leidt naar wat voor jou de bedoeling is. Als je me niet kent, mijn naam is Maria Joanna. En ik help dus mensen in hun ontwakingsproces op verschillende manieren. En ik help vooral ook te ontdekken wie je bent en wat dus jouw bedoeling is. Wat jouw zielsbestemming is. Hiervoor heb ik een model ontwikkeld. Het heet het Purpose Model. Waarbij je verschillende fases doorheen loopt. Het zijn eigenlijk 7 fases die je doorloopt om jouw zielsmissie te ontdekken en te leven. En dat betekent niet dat het vaststaat en dat je nooit meer een uitdaging hebt. Dat betekent wel dat je door die 7 fases te kennen, handvaten hebt, dat je weet dat je al die processen aan kunt gaan en hoe je doorheen kunt gaan. En dat je steun hebt, support vanuit jezelf. Dat je van kinderziel volwassen ziel wordt. Zo zou je het kunnen zien. En bij het volwassen worden betekent ook dat je gaat staan voor wie je bent. En je gaat staan voor jouw missie. En dat komt vanuit je gevoelswereld. En daarvoor moet je dus eerst die 7 fases doorlopen. Om uiteindelijk tot bloei te zijn. Dus het is alsof je dus de lotusbloem bent. Je bent eerst onder de modder. Je ziet niet jouw ware potentie. Maar om die te leven moet je van bepaalde dingen afscheid nemen. Moet je lagen afpellen en dan uiteindelijk kom je door de modder heen, door het water en je groeit naar het licht en dan word je dus een open mooie bloem, een lotusbloem. Of zie je het als een metafoor dat je het lelijke eendje bent en dat eerst nog heeft geloofd in alles wat de wereld over jou zei, omdat je anders bent. En misschien voel je ook dat je anders bent dan anderen. En dat is omdat je dus een lichtwerker bent. En dat heeft niet iedereen, want als jij dus iets hebt van ik voel me anders, denk je dat het zal iedereen wel hebben, maar het heeft niet iedereen. Maar wel jouw gelijkgestemde. Dus je bent het lelijke eendje die opgroeit tussen de eendjes. Maar je bent eigenlijk de zwaan. Dus misschien heb jij geloofd wat andere mensen over jou zeggen. Dat je niet genoeg bent of dat je niet waard bent. Diepgewortelde overtuigingen. Waardoor je dus niet jezelf goed genoeg lief hebt om te gaan staan voor wie je werkelijk bent. In deze reis wil ik jou meenemen in het programma. En ik heb daar verschillende keuzes voor. Dus je kunt gewoon het online programma volgen. Je kunt zeggen, nou, ik wil het programma volgen, maar ik wil ook dat samen met gelijkgestemd doen. Dan heb ik een optie waarbij je dus en individueel het programma volgt, maar ook samenkomt met een groep. Dat is optie 2. En wil je nou nog meer persoonlijke aandacht, dan heb je meer steun nodig, dat iemand je echt aan je hand meeneemt. Dan bied ik ook de mogelijkheid om het online programma te doen in combinatie met coaching. Waarbij we dus samen nog dieper kunnen kijken naar waar jij tegenaan loopt. Wat je struggles zijn en dat er samen doorheen gaan. Maar uiteindelijk ben jij natuurlijk degene die het mag gaan doen. Dus jij bent eerst een soort de kinderziel die aan het handje wil worden meegenomen. Om vervolgens te worden vrijgelaten als volwassen man, als volwassen vrouw. En werkelijk te gaan staan en jouw bijdrage te gaan doen in het ontwakingsproces, jouw zielsmissie te gaan omarmen, in actie te brengen en daarmee jouw steentje bijdragen aan een betere wereld. Ik heb het programma met heel veel liefde in elkaar gezet en vind het ook heel leuk als je meedoet. Dus ik zou wel zeggen, schrijf je direct in, dan gaan we samen op pad om jouw zielsmissie te ontdekken.